Oh my god. Een heel goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video, een nieuwe vlog en bij mij. I know peoples, I look again like shit. Ik ben nog altijd heel ziek, geloof me, het is echt niet leuk. Ik heb weer mijn kerstmis aan, want het is vandaag dinsdag 24 december. En wat is het dan vandaag? Kerstavond. Morgen is het kerstdag. Ja, zo was het. Ik ben juist in een douche geweest, dus ik heb mijn gezicht al gecleaned. En dat komt met een reden. Want voor deze speciale dag dacht ik dat ik mijn gezicht nog eens ga een peeling doen. Dat is een scrub peeling. En dat is van Nivea Visage Young. Zoals jullie kunnen zien, zo ziet het eruit. We gaan dat eerst doen, daarna ga ik mijn gezicht heel goed afwassen met warm water. En na dat ga ik gewoon zo een Nivea crème aandoen om het nog wat zachter te maken. Laten we beginnen met de peeling. Dus eerst en vooral, als je dat wilt gebruiken, moet je zien dat je huid, je gezicht eigenlijk, heel goed gewassen is. Daar zitten zo van die kleine korreltjes in. En die schuren op je huid. En dat is eigenlijk ook de bedoeling ervan, dat dat schuurt op je huid. Ik ben zo rond mijn huid geweest, mijn gezicht. Ik heb hier een kommetje staan met warm water. En daar heb ik zo mijn washandje in gedaan. Normaal gezien spoel ik dat gewoon af met mijn handen. Gewoon met lauw water met mijn handen. Er zit ook geen zeep in, want ja, dat is ook niet zo goed als je te veel zeep gebruikt op je huid. En dan ga ik gewoon zachtjes eraf doen. Ik voel mij ineens een nieuwe mens. Ik was en clean mijn huid met Nivea. Nivea, want ik ben het waard. Ik kan al meedoen in zo'n reclamespot voor een Nivea kunst of zo. Ik weet niet veel. Goh, ik zie er al stukken beter uit. De mensen vinden dat niet. Nu ga ik het een beetje af. Ach, ik heb hier een handdoek bij van 10 kilometer lang. Maar oké, wat? Zo'n grote handdoek, hè? Als je je gezicht afdroogt met een handdoek. Vele mensen drogen echt zo af. Maar weet je dat dat eigenlijk niet goed is voor je huid? Eigenlijk moet je gewoon je gezicht zo afdrogen. Al deppend. Oh, mijn huid is zo clean again. Als dat gedaan is, dan doen we gewoon de Nivea crème aan. En dat gaan we nu een beetje op ons huid doen. Ik doe daar zo een beetje ervan af. Ik doe dat een klein beetje open op mijn hand. Natuurlijk niet te veel. Er moet nog een beetje crème op staan natuurlijk. En dat ga ik nu gewoon op mijn gezicht smeren. Hier ga ik wel zo over mijn ogen ook. Mag ook over de wenkbrauwen, dat kan nooit geen kwaad. En dan doe ik dat ook zo mee in mijn hals. Deze crème zit er ook al op. Waarom ben ik zo ziek? Weet je, het is echt zo mijn neus dat verstopt is. Beetje keelpijn ook. Maar mijn keelpijn dat valt eigenlijk nog wel goed mee. Het is eigenlijk vooral zo mijn neus dat eigenlijk verstopt zit. En I don't sleep good, hè, peoples. I don't sleep good, hè. Oh. Je hebt zo een verkoudheid en je neus is verstopt en je moet dan gaan slapen. Ik schiet soms helemaal in paniek wakker, want dan denk ik dat ik aan het doodgaan ben. En dat is dan niet waar. Ik ben niet aan het doodgaan. Dat is gewoon het gevoel dat je aan het doodgaan gaan zijn. Ik ga even mijn outfit laten zien dat ik nu aan heb. Ja, ik heb sowieso mijn kerstmis aangedaan. Oh my god, het is kerstmis vandaag. Oh. Oké, en ik heb deze blouse aan voor vandaag. Nu, dat zijn niet de kleren dat ik ga aandoen vanavond voor het kerstfeestje bij mijn moeder. Voor het kerstfeestje doe ik een ander. Ik dacht eigenlijk zo een zwart glitterkleed aan te doen. Ik zal het straks laten zien hoe het eruit ziet. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen, want ze geven vandaag heel veel regen. Dat is niet zo goed. In de voormiddag ging het nog een beetje goed zijn, hebben ze gezegd, gehad gisteren op het nieuws. Maar in de namiddag zou het enorm veel regenen en tegen de avond toe ook. Heel veel regen, heel veel wind, zeiden ze op het nieuws. Dus ja, het is een stormachtige kerstmis dat we gaan krijgen. Goed. Ik ga even mijn outfit laten zien. Een witte blouse en natuurlijk heb ik ook een blauwe jeansbroek aan. Ik ga me nu even verder klaarmaken. Zo, ik ben deze morgen al naar de winkel geweest. Ik heb mijn kleedje aangedaan, maar dat is een beetje te groot voor mij.
Dit is mijn glitter zwart kleedje dat ik eigenlijk wou aandoen voor bij kerstavond. Maar het is een klein beetje te groot voor mij. Dus ja, ik heb een leren broek gekocht. Ik denk dat ik dat ga aandoen. Ik zal nog eens kijken in mijn kast wat ik nog eventueel vind om aan te doen. Maar het is ijskoud buiten. Er is keiveel wind buiten. En straks geven ze ook regen. Dus ja, dat ziet er niet zo goed uit, hè, mannetjes. Ik ga zien wat ik nog kan doen. Trouwens, ik heb ook alcoholvrij wijn gekocht. Ik ga het even laten zien aan jullie. Zoals dat jullie zien, is deze wijn alcoholvrij. Dat is een wijn uit de Aldi. Dus mensen die geen alcohol kunnen verdragen of die geen alcohol willen, maar die toch iets speciaals willen drinken, die kunnen gewoon bij de Aldi gewoon deze fles wijn gaan halen van Bella Ella noemt dat en dat is Rosé Zero. Zo, ik ben terug. Ik heb ondertussen een andere outfit aangedaan. Ik ga jullie straks laten zien heel mijn outfit dat ik aan heb. Het is knap en sexy en mooi. Maar toch nog een beetje deftig. Ja, want dat is wel belangrijk. Hè? Mensen moeten deftig blijven in het leven. Hè? Ik heb ook mijn nagels gelakt. In het goud. Ik heb nu wel lichte make-up aan, maar het is eigenlijk zo licht dat je het eigenlijk bijna niet ziet. Juist aan mijn ogen een beetje. Maar voor bij kerstavond eigenlijk ga ik me een beetje feller schminken. Normaal doe ik dat niet zo fel. Maar ik dacht, ja zeg, het is één keer per jaar kerstmis. Vandaag mag het wel. Dus het is een speciale dag, hè. Oké, laten we er meteen aan beginnen. Oké, eerst en vooral doe ik gewoon deze aan. Dat is mijn crème. En dat is eigenlijk gewoon mijn dagelijkse crème dat ik altijd op doe. Dat is zo mijn huidskleur eigenlijk. Oké, ik ga nu even naar daar moeten kijken, want anders zie ik mezelf niet. Hè? Oké, dan daarna doe ik nog zo een huidskleurpoeder erop, ook van Essence, want ja, bijna al mijn make-up is van Essence. Alhoewel ik er nu ook wel een deel heb van Max & More door die adventskalender die ik geopend heb voor jullie. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Trouwens, wat vinden jullie van mijn nieuwe oorbelletjes? Dat past goed voor bij de feestdagen, nietwaar? Dat zijn de kerstbollen. Van Max & More zo'n een blush aanbrengen. Ik noem dat blush. En dat doe ik dan met een ander borsteltje. Dan daarna ga ik deze aanbrengen. Dat is de highlighter van Max & More. Dat is mooi bij de feestdagen. Dan ga ik hier zo'n beetje aanbrengen. Ik ga wel een beetje opensmeren. Dat smeert heel makkelijk open ook. Hè. Zie maar, nu blinkt dat ook mooi. Cool is that. Wat ik ook altijd aanbreng, nog eens extra, is mijn zwart oogpotloodje. En ik doe dat altijd met een briquet, of noemen ze dat bij jullie? Ik weet het niet. Voilà. En waarom doe ik dat met een briquet? Dat is gewoon omdat het zwart dan beter op je ogen blijft liggen of zitten. En veel langer natuurlijk. Ik heb hier een klein borsteltje aan en daar ga ik eens even mee over mijn wenkbrauwen. Dan heb ik hier nog een lips liner van Max & More. De helft is er weer naast zoals gewoonlijk. Ik ben daar echt niet goed in, hè, mensen in deze. Nu ben ik aan het twijfelen eigenlijk. Ik heb een rode lippenstift of ik heb een Metallica. Wat lekker zou ik aandoen? Misschien kan ik ze alle twee mixen. Ja, dat is misschien een beetje te rood. Ik weet het niet, maar ik ben dat eigenlijk niet zo gewoon zo veel lippenstift. Hè.
Ik ga eens met de mix met deze erover gaan. Maar mijn handen zijn al vuil. Ik ga even mijn handen wassen, want zo kan ik niet verder doen. Hè. Zo, ik heb ondertussen mijn handen proper gewassen. Nu kan ik verder doen met mijn make-up. Ik heb hier nog oogschaduw bij. Oké, ik ga eerst deze lichte kleur gebruiken. En nu ga ik een iets donkere tint gebruiken. Ik ben aan het twijfelen tussen dat zwart of dat donkerbruin. Ik ben aan het kijken naar mijn kleding nu, wat dat beste zou passen. Ik denk dat zwart gaat heel mooi zijn, maar dat bruin gaat ook eigenlijk heel mooi zijn. Ik ga voor dat bruin gaan. Ik ben bang dat dat toch een beetje te donker gaat zijn anders. Hè. En dat doe ik zo hier aan de buitenkant. Dan heb ik hier nog mijn essence voor mijn wimpers te doen. Dat is mijn mascara. Zo, dan denk ik dat mijn face look eigenlijk klaar is voor bij de kerstavond. Nu nog even door mijn haren kammen en ik ga er dan daarna mijn outfit laten zien. Zo, ik ben helemaal klaar voor bij de feestdagen, voor bij kerstavond. Mijn make-up is er aangebracht. Ik hoop dat het een klein beetje goed gelukt is. Zal het jullie zien. Ja, ik heb mijn haar een beetje gekamd, want ja, ik kan daar eigenlijk niet veel meer mee doen, omdat het zo kort is op dit moment, maar dat mag ook wel eens. En ik heb mijn kleren aan. Ik kan het jullie nu laten zien. Dit is mijn blouse dat ik aan heb. En dan heb ik nog mijn leren broek aan. Met mijn mooie billen in mijn broek. En dan heb ik nog mijn schoenen aan. En ik heb natuurlijk mijn hakken aangedaan. Want ja, bij feestdagen mogen er wel eens hakken aangedaan worden, denk ik. Hè? Ik doe dat ook normaal nooit niet zo echt aanhakken. Omdat, ja... Niet omdat ik daar niet op kan lopen, want ik kan daar wel op lopen. Maar het is gewoon, ik heb daar heel snel zere voet aan door mijn spierziekte dat ik heb. Daarom doe ik eigenlijk altijd sportschoenen aan. Trouwens, voordat ik het vergeet. Ik wens iedereen, maar ook iedereen van mijn kijkers, van jullie familie. Ik wens iedereen een prettige kerstmis toe. Trouwens, 28 december. Noteer dat in jullie agenda, want... 28 december is mijn kanaal 1 jaar. Yay! Wat gaat de tijd toch zo snel? Oh my god, dan moet ik toch weer iets speciaals doen. Ik ga nu even afsluiten en dan kom ik straks misschien terug bij jullie. Zo, lieve mensen, ik heb daar niet kunnen filmen bij mijn moeder op het kerstfeest. Omdat, ja, er was echt heel veel lawaai ook. Want die televisie stond heel luid. En er waren mensen daar. En niet alle mensen hebben dat graag, dat je zomaar ligt te filmen. Dus, allee, ja. Ik wou eigenlijk de kerstboom filmen. Ik wou het eten filmen en zo. Maar ik durfde niet. Ik was bang van wat de mensen zouden eigenlijk zeggen. Maar goed, het is nu 10 uur 's avonds en ik ben al terug thuis. Omdat ik eigenlijk heel moe was. Ik ben nog altijd heel ziek. Nu ga ik niet veel meer doen. Aangezien ik heel moe ben, ga ik eigenlijk nu gewoon slapen gaan. Ah ja, trouwens. Morgen mag je dat niet vergeten. Maar ik heb nog Q&A-vragen voor kerstmis. En die ga ik morgen zeker en vast doen. Ik zou zeggen, lieve mensen, slaap wel en tot morgen. Mwah. Een hele goede morgen allemaal. Ik wens jullie allemaal een zalige kerstmis toe. Ik hoop dat jullie toch een prettige kerstavond gehad hebben. Ik alleszins wel, want ik ben met mijn moeder gaan vieren. Nu ja, ik ben iets vroeger naar huis gegaan, want ik lag al tegen 10 uur en al terug in mijn bed. Omdat ik, ja, ik was een beetje mottig, ik was heel moe, ik had weer pijn enzovoort. Dus ja, dat is allemaal niet zo leuk. Maar ik ben dan naar mijn bed gegaan. Ik had deze morgen had ik ook nog heel veel pijn. Ik moet zeggen dat het nu al iets beter gaat. Ik heb al zo'n pijnstiller gepakt, nu gaat het al iets beter. Zoals de lieve mensen, ik ben terug thuis aangekomen. Het is ondertussen al 9:30 s'avonds. Ik weet het, mensen, ik heb jullie beloofd gehad om nog wat te vloggen vandaag. Maar geloof me, ik heb er echt geen tijd voor gehad. Het is me echt niet gelukt. Ook op plaats
plaatsen waar ik was, mocht ik zelfs niet vloggen, want niet iedereen komt graag ook in beeld. Ik heb aan jullie beloofd gehad om toch nog de kerst-Q&A te doen voor jullie. En dat ga ik dan ook nu meteen doen. Ik heb enkele vragen eruit gepakt dat jullie gestuurd hebben naar mijn e-mailadres. En ik heb er 12 uitgepakt. Ik ga binnenkort, ik denk volgende week, voor Oud Opnieuw, ga ik nog een Q&A doen. En dat zijn 20 vragen. Maar nu eerst en vooral de kerst-Q&A. Het eerste was, wat is jouw favoriete kerstdiner? Mijn favoriete kerstdiner is kroketten met erwten en wortelen. En dan nog kalkoen. Tweede vraag. Welke verzorgings- of beautyproducten doet je aan kerstdenken? Eigenlijk al mijn adventskalenders doen me eigenlijk denken aan de kerstproducten. En dat waren inderdaad allemaal beauty- en verzorgingsproducten. Oké, de volgende vraag. Welke vlogmas vind je het leukste om naar te kijken? Elke YouTuber heeft zijn eigen ding dat hij doet of dat hij brengt. En ik vind eigenlijk elke YouTuber wel iets hebben. Elke YouTuber heeft ook iets unieks. En of dat dan nu heel perfect is of niet perfect is, weet je mensen, elke YouTuber doet ook echt zijn best om zijn vlog heel mooi te maken. Ik heb echt heel veel respect voor elke YouTuber, geloof me vrij. Dus dat verdient nu zeker een dikke duim omhoog op mijn kanaal en zeker nog een abonnee erbij. Elke YouTuber is uniek, dus elke vlogmas is ook heel mooi. De volgende vraag. Wat is jouw ideale kerst? Eigenlijk, mijn ideale kerst zou eigenlijk zijn als heel mijn familie zou samenkomen met samen gezellig eten, cadeautjes opmaken. Dat zou natuurlijk een hele fijne kerst zijn voor mij. Maar ja, jammer genoeg kan ik dat van mijn familie niet zeggen. Dat doet pijn eigenlijk, ja, als ik dat eerst zeg. Want ja, weet je, ik zou eigenlijk zoals een normale mens willen zijn die gewoon naar zijn familie kan gaan, samen kerst vieren, gezellig aan tafel zitten, gezellig samen eten, cadeautjes openmaken. En alleen dat is toch, er is toch niks beter om dan op die avond, bij kerstavond, samen met familie samen te zijn. Als mijn familie kijkt naar mijn vlogs en die ziet dat, alsjeblieft, nodig mij eens uit volgend jaar. Want echt waar, I love familiefeesten. Ik zou dat niet zeggen, maar toch is het zo. Goed, de volgende vraag. Welke kerstcadeaus zou jij graag hebben? Ik ben eigenlijk niet zo'n moeilijk mens hoor op dat vlak. Bij mij moet dat zelfs niet duur zijn. Gewoon een cadeautje van 1 euro en ik ben zelfs al heel blij met dat. Het is het gebaar dat telt. Maar als ik echt moet kiezen, een mooie kerstcadeau voor mij, dat is iets in de beauty. Zoals make-up, verzorgingsproducten, misschien parfum. Dat is ook altijd een heel mooi cadeau. Oké, de volgende vraag. Wat vind je het leukste aan de kerst? De kerstbomen, de versierde kerstbomen, dat vind ik wel mooi. Ook al heb ik eigenlijk nooit niet begrepen waarom dat ze bomen versieren. Ik vind ook vooral de lichtjes leuk. De volgende vraag. Wat ga je eten op kerstavond of dag? Wel, het is zoals ik al zei. Op kerstavond, wat heb ik gisteravond weer gegeten? Oh mannetjes, ik ben te moe om daarover na te denken. Maar goed, wat. Gisteravond speciale kroketten dat ik gegeten heb. Met erwten en wortelen. Witloof was erbij. En kip. Dan hebben we nog een ijsdronk gegeten. De volgende vraag. Wat vind je het leukste aan kerstversiering? Goh, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik daar straks al gezegd heb. Van, ik vind lichtjes wel leuk. Licht dat je kunt zetten in de kerstboom, omdat die, ja, die geven zo een heel apart gevoel en die geven zo een gezellig gevoel. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Oké, de volgende vraag. Vier je liever kerst in een mooie glitterjurk of een foute kersttrui? Ik denk dat ik toch ga gaan voor de mooie glitterjurk. Waarom doe jij geen vlogmas? Omdat het eigenlijk nog maar mijn eerste jaar is dat ik YouTube doe. Ik doe het heel graag en ik beloof jullie, volgend jaar komt er zeker een vlogmas. De volgende vraag. En dat is wel bijna de laatste vraag, denk ik. Dat is de voorlaatste vraag. Welke kleur is jouw favoriete kleur bij kerstmis? Voor bij kerstmis vind ik rood en groen heel mooi. Dat zijn zo echte kerstkleuren, denk ik. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dit jaar ben ik vooral voor goud gegaan. Als je ziet naar mijn kerstversieringen dat ik dit jaar gezet heb, ben ik vooral bij goud uitgekomen. En waarom? Ik weet niet. Ik heb zelfs gouden nagellak aan, van die glittergouden nagellak. Oké, de volgende vraag. En dan ben ik ook meteen aan de laatste vraag van deze Q&A. En dat is, hou je van een echte of van een neppe
kerstboom. Ik vind een echte kerstboom veel leuker, veel gezelliger, veel mooier. Maar ik moet zeggen dat ik wel liever een plastieke kerstboom heb. Ik bedoel, geen een echte kerstboom, een nep kerstboom. Omdat die verliest geen naalden. Dus je moet niet alle dagen om de 5 minuten stofzuigen onder die boom. Want echt waar, ik haat dit shit. Ja, en dat waren de vragen van de Q&A. Nu, ik lig in mijn bed. Ik ben klaar voor het slapen. Zodat jullie horen, ik ben echt doodmoe en oh, ik zou liefst wel zo gaan slapen. Maar goed, dat ga ik nu ook doen, lieve mensen. Ik kan mijn ogen bijna zelfs niet meer open houden. Oh my god, ik heb zelfs geen goesting om mij te ontschminken. Dus dat ga ik ook morgen moeten doen. Ik ga nu afsluiten. Vonden jullie deze video toch een leuke video? Doe alvast zeker een dikke verder dan omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te klikken naast de abonneerknop om zo op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel mijn video met andere mensen en laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel erg terug in de volgende nieuwe video. Tot later. Slaap wel allemaal.